Zo, goedemorgen. Ik sta hier aan de Leuvense Vaart op deze woensdagmorgen. Het zonnetje schijnt, het is een beetje fris, vandaar mijn potsknop. En ik heb nu een afspraak met Patrick, want die staat daar achter mij een beetje verder te wachten en gaat me vandaag een rondleiding geven en meer uitleg over Betsenbroek en het bufferbekken hier. Dus ik zie jullie zo dadelijk terug, maar eerst zou ik toch wel willen vragen dat je u wil abonneren op mijn kanaal. En dat kan je hier onderaan doen door op de rode knop te drukken, abonneren en daarna op het belletje. Zo, beste volgers, zoals gezegd ging ik u meenemen naar een bufferbekken en het bos van Betsenbroek, zal ik maar zeggen. Zo is het, Patrick? Ja. Ja. Oké, dus je weet intussen al, ik sta hier bij Patrick en die gaat me hier een rondleiding geven door dit hele groene gebied. Het zal een heel mooi gebied worden dat terug zal gegeven worden aan de Mechelaars. Dus ik ga hem even vragen wat we vandaag allemaal gaan zien. Hè. En Patrick, jij wil een heel stukje groen teruggeven aan de Mechelaars, hè? Ja, Eddy, we zijn hier in de Albertuswijk. We staan hier eigenlijk aan het bufferbekken, hè, waar we eigenlijk een heel waterverhaal vertellen van hoe we met water in de toekomst om willen gaan hier in Mechelen. En dat sluit aan op een heel mooi stuk natuur, het bos van Betsenbroek, ook soms genoemd het bos van Loos, en de Hanswijkbeek. En ik wil jullie daar vandaag mee innemen en laten zien van hoe we dat eigenlijk terug willen geven aan natuur en aan de mens en aan Mechelaars. Hè? Om te kijken van wat is hier mogelijk. We willen dat mooi stukje natuur bewaren, we willen dat uitbreiden. En eigenlijk is onze droom om van aan het station tot aan Plankendaal met dit als harde natuur, als kern te behouden en zo eigenlijk een heel groene long te creëren van station tot in Plankendaal. Ja, daar gaat toch wel een paar jaren over gaan, dacht ik. Ja, daar gaat een paar jaren over gaan, zeker en wel. Maar we hebben nu op dit moment als stad eigenlijk al een kleine 5 hectare hier in eigendom. We hebben die onder andere verworven om het bufferbekken en om heel het waterverhaal met Albertuswijk te kunnen vormgeven. En we zijn eigenlijk op zoek om het bos dat je achter mij ziet ook nog te verwerven. En ja, dan heb je heel de parkstructuur aan de nieuwe wijk Rageno. Ja. En dat is een verhaal natuurlijk voor de volgende 20 jaar. Hè. Mm-hmm. Maar daar willen we volop aan werken. En deze harde kern willen we daarin de belangrijkste plaats geven. Ja. Goed, we gaan dus hier onze tocht starten door deze mooie omgeving. Waar beginnen we hier, Patrick? Waar staan we nu? Ja, we staan hier aan de linkerkant, hebben we het bufferbekken. Het bufferbekken dat eigenlijk zorgt voor de opvang van alle water dat op de daken en straten valt van 250 woningen hier. Hè. Dat is een immense oppervlakte. Als je dat gaat bekijken, zal dat tussen de 3 en 4 hectare verharde grond zijn of verharde daken die we eigenlijk het regenwater en het straatwater dat neervalt dat we opvangen. Dat komt allemaal in dit bufferbekken hier uit. Dat bufferbekken houdt daarbij, maar daar zitten ook infiltratiebuizen. Die infiltratiebuizen die maken het eigenlijk mogelijk dat het water dat erin komt het grondwater terug aanvult. Het grondwater dat door de hele droge periodes en ook door de klimaatverandering de laatste tijd enorm gedaald is. Niet alleen in Mechelen, overal, maar ook specifiek hier. En als ik zie dat nu sinds september, augustus, september is het toch aan het regenen na de warme zomer, is het bufferbekken nog altijd niet gevuld. Dat wil dus zeggen dat die infiltratiebuizen eigenlijk perfect hun werk aan het doen zijn en dat het grondwater hopelijk aan het stijgen is. En dat is eigenlijk heel goed nieuws. Hè? Want de beek die we hier gecreëerd hebben richting Hanswijkbeek, waar we eigenlijk nu boven staan op dit moment, die heeft nog niet moeten functioneren, omdat alle water dat we tot nu toe de afgelopen 2 maanden opgevangen hebben, eigenlijk in het bufferbekken is gebleven en geïnfiltreerd is. Maar waar zijn we nu op weg? Ja, we zijn nu eigenlijk langs de Nieuwe Beek, Nieuwe Gracht, zijn we aan het lopen naar de Hanswijkbeek. De Hanswijkbeek die door het bos van Betsenbroek loopt, die eigenlijk komt van Zemst, die in Mechelen ook langs de Voetbalstraat loopt. Mm-hmm. En dan zo onder de spoorwegbundel in Muizen naar de Deilen gaat. En de Hanswijkbeek, we gaan dadelijk zien, die is van de provincie. En de provincie gaat de Hanswijkbeek ook verleggen. Op dit moment is de Hanswijkbeek eigenlijk
eerder een open riool. Dus verwacht geen mooi beeld hè, van de Hanswijkbeek. Maar het is de bedoeling van zowel de stad als van de provincie om hier een gezondere beek van te gaan maken. Mm-hmm. Dat wil zeggen dat we heel wat riolen die nu nog vuil water van Mechelaars laten komen in de Hanswijkbeek, dat we die gaan moeten afkoppelen. Dus, en dat er alleen nog hemelwater in komt, regenwater in komt. Dus dat is nog een heel werk, maar we hebben ook allerlei projecten ingediend in die zin om zo snel mogelijk die Hanswijkbeek eigenlijk terug proper te krijgen. Maar er is nog veel meer aan de hand met de Hanswijkbeek en dat ga ik u dadelijk laten zien. En hier, zoals je kunt zien, is eigenlijk de Hanswijkbeek volledig ingebuist. En die ligt eigenlijk onder een terrein, een bedrijventerrein van Proximus. En de bedoeling is dat we die volgend jaar blootleggen. Mm-hmm. Dus dat we eigenlijk de Hanswijkbeek verleggen en dat die aan waar ik nu sta eigenlijk komt en rond dit domein gaat, wat nog privaat eigendom is van Proximus. En zo eigenlijk terug boven gelegd wordt en terug openlegt. En dan hebben we heel veel kansen om ook die beek eigenlijk terug een mooie vallei te geven en proper te krijgen. Nu duiken we eigenlijk het nieuwe bos in. Hè. We hebben hier een pad gemaakt samen met Natuur en Landschap. Eigenlijk verschillende paden. En we gaan even op ontdekking in het nieuwe bos van Loos. Het pad is... Je gaat hier niet... Dus we winnen hier geen schoonheidsprijs mee, voor alle duidelijkheid. Want dat was een terrein, een proefterrein, van Belgacom Proximus, waar ze eigenlijk allerlei zaken rond telefonie en rond kabels uitgetest hebben. Je zult hier ook nog ineens plotseling in dat bos elektriciteitspalen zien staan. Er liggen ook nog grote rollen met draad op en zo verder. Maar ja, dat gaan we er dus uit moeten halen. En dan kijken van hoe kunnen we dat bos op een natuurlijke wijze zich laten ontwikkelen. En zo eigenlijk een stukje dat we als mens toch verknoeid hebben de afgelopen jaren, teruggeven aan de natuur en ook aan de Mechelaar als mooi gebied. Zo, intussen zijn we al een stukje verder in het bos van Betsenbroek geraakt en ik zie hier een hele hoop stenen liggen, arduinenstenen denk ik. Ik ga toch eens vragen aan Patrick wat dat voor iets is. Ja, we zijn inderdaad een stukje door het bos gestapt en wat zien we hier? We zien eigenlijk heel grote arduinenstenen liggen. We hebben ook een vereniging, de Vrienden van Betsenbroek, die eigenlijk heel fel geïnteresseerd zijn ook in het historisch verhaal achter deze gebieden hier. En we hebben hier dan een aantal paden gemaakt met Natuur- en Landschapszorg en we hebben dan vastgesteld dat er eigenlijk verspreid in het domein wel waarschijnlijk heel belangrijke historische stenen liggen van een kasteel dat hier gestaan heeft en zo verder. Dus is ook een beetje de vraag van ja, hoe gaan we daarmee omgaan? Gaan we die bewaren? Gaan we verder onderzoek kunnen doen? Gaan we toch een bepaalde plaats eens moeten graven als we denken van hier is eigenlijk wel archeologisch onderzoek nodig. Dus het is niet alleen een waterverhaal, het is niet alleen een natuurverhaal, maar eigenlijk is het ook een erfgoedverhaal hier. Je ziet achter dat hek, dat is nog altijd van Proximus. En dus die terreinen, maar dit terrein hebben we van hun gekocht. Dus alles wat rechts en links staat, hebben we eigenlijk gekocht en als stad. En kunnen we eigenlijk het verhaal vertellen. Dat gebied hoort bij de nieuwe wijk Ragenel. En waar de Hanswijkbeek breder is. Maar je kunt ook wel zien en ook ruiken dat de beek niet proper is. Hè. Dus dat is een van de grote uitdagingen. Maar eigenlijk is dat wel een mooie valleistructuur. En hier gaan we nu die eigenlijk omleggen. En zo naar daar achter die gebouwen over die asfalt die we net gezien hebben, zo naar het waardevolste stuk het bos van Loos brengen.
En nu zijn we terug aan het bufferbekken, waar er eigenlijk een heel wandelpad rond dat bufferbekken komt. Maar ik ga jullie nu toch terug even meenemen in het bos. Dus we duiken terug het bos in, want we hebben hier ook een voorlopig pad gemaakt. Zodanig dat je eigenlijk heel mooi die verbinding kan maken met bufferbekken als je hier komt wandelen en komt genieten van de natuur. Voilà, we zijn terug van onze wandeling door het stukje natuur dat binnen een paar jaar terug aan de Mechelaars gegeven wordt. Nu heb ik toch nog één probleempje. We hebben hier het bos van Betsenbroek. Dat is momenteel niet toegankelijk voor het publiek en dat ga ik toch eens vragen aan Patrick. Ja, Eddie, achter mij zie je eigenlijk het bos van Betsenbroek. Dat is eigenlijk nog volledig in handen van private eigenaars. Maar we zijn wel de gesprekken opgestart om te kijken of we dat kunnen verwerven. Die mensen hebben hier heel wat eigendommen. Het is een heel prachtig bos. Het is ook een Ferraris bos. Dus het heeft altijd op de Ferraris kaarten gestaan. Dus dat zijn eigenlijk de oude bossen, de oude parkdomeinen. En we kunnen dus eigenlijk al in de eeuwen heen zien dat eigenlijk hier altijd een mooi bos. Er staan ook heel, heel mooie oude bomen in. Maar het is spijtig genoeg nog niet toegankelijk. Maar we zijn volop de gesprekken aan het voeren met de familie om te kijken of we het mogen kopen en minstens beheren, zodanig dat we het ook toegankelijk kunnen maken voor de Mechelaar. En ook dat iedereen kan genieten van al die mooie natuur. Ik meen dan toch dat dit bos eigenlijk toch een heel grote waarde heeft, natuurwaarde. Ja, dus omwille van de ouderdom en dat we het al terugvinden op de kaarten, er staan echt heel mooie eiken in, beuken in en zo verder. Het zijn heel mooie bomen en er zitten ook een aantal bomkraters in. En bomkraters zijn sowieso heel interessant voor alle kleinere amfibieën en kleinere dieren en planten. Ja. Nu, ik heb ook ergens opgevangen dat er hier een vossenfamilie toch al zou huizen. Ja, er zit hier, in de zomer zat hier een vossenfamilie en die hadden ook een aantal kleintjes. En de mensen die hier gewandeld hebben en die eigenlijk in heel Spreeuwenhoek komen die regelmatig tegen. Want dit is eigenlijk echt hun biotoop waar ze zich eigenlijk goed kunnen verstoppen. Hè? Omdat het ook wel een heel dicht begroeid bos is. En dus waar ze eigenlijk ook echt kunnen goed en zalig opgroeien. Hè? Ja. Deze vlog zit erop. Ik dank jullie allemaal om te kijken. Ik hoop dat het een beetje interessant was. Was het zo? Uw reactie onderaan is welkom. Vergeet ook niet een duimpje te geven, want dat is ook heel belangrijk voor mij. Hoe meer duimpjes, hoe beter. En abonneren, ja, dat blijft even belangrijk uiteraard. Hè. Ik zie jullie terug in een van de volgende vlogs. Blijf volgen. Ciao, maak er nog een goede dag van. Bye.